Out the poison, didn't know where to go. Cross the street with my dog, yeah, the woe. Me and me made it harder to grow. Still went up, got my feet out the flow. Gonna wanna be. Wil je even meenemen naar een verhaal van een aantal weken geleden? Want ongeveer 3 maanden geleden zag ik er zo uit. Wat je daar ziet, is eigenlijk een persoon die niet helemaal happy was. Yes jongens, welkom en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. Misschien is de kwaliteit van dit beeld ietsje minder, want ik heb gisteren een probleempje gehad met mijn nieuwe camera. Dus we doen het weer even op de iPhone. We zijn vandaag onderweg naar een 1-op-1 student uit de Dropship Academy. Namelijk Amir. Amir die heeft in een aantal maanden tijd echt gigantisch goede resultaten behaald. Goede omzetten, maar ook zeker goede winsten. Dat heeft ervoor gezorgd dat hij nu kon verhuizen naar Dubai toe. Dus als een student van ons in Dubai is, dan moeten we natuurlijk even meeten. Dus wat we gaan doen, we gaan een podcast opnemen. We zijn benieuwd natuurlijk naar zijn verhaal. Voor jullie gaat zijn verhaal met ons delen. We gaan vertellen over zijn resultaten, de strategie die hij heeft gebruikt om dit soort resultaten te behalen. Maar misschien belangrijker nog wel, de persoon die hij heeft moeten worden om dit soort resultaten voor zichzelf te realiseren. Dus we zijn nu onderweg naar de podcaststudio in Dubai. Edin, die is er ook bij als het goed is. Dus we gaan een toffe dag maken. Daarna gaan we nog even wat chillen, even wat eten. Even wat praten over business. En we gaan jullie natuurlijk meenemen. Mijn gezicht is een beetje, hoe zou je dat zeggen, gehavend. Ik heb namelijk besloten om mezelf op te geven voor een Muay Thai-wedstrijd. Die is over 3 weken. Het is een korte voorbereiding. Maar het is een hele leuke challenge. Ik denk dat dat ook een van de meest spannende dingen is die je kunt doen. Om de ring in te stappen. 1-op-1 oog in oog te staan met iemand die keihard heeft getraind om jou letterlijk knock-out te slaan. Voor de ogen van je vrienden en je familie. Dus dat is een mooie uitdaging. Want een uitspraak waar ik echt bij leef is how you do anything is how you do everything. Onderweg naar Amir, let's go. Het is een beetje kut om te zeggen, maar tot nu toe heb ik geen nieuwe producten meer getest omdat ik bezig ben met die twee op te schalen. Wat waren een beetje de numbers van die eerste maanden? De eerste echte maand vanaf mijn eerste aankoop was het echt gewoon... Yes jongens, it's a wrap. We hebben de podcast opgenomen. Aydin achter de camera. Hij is cameraman geworden, want hij heeft mijn camera opgefokt. Sorry. Deze man, ik had een camera gekocht, een nieuwe. Pas een week oud ook. Nog niet eens een week oud. Shit. We hadden hem in zijn tas gedaan. Deze man neemt een pak boter mee. Legt hem achter in de auto op 40 graden in Dubai. Dat is iets fucked up. Maar, we hebben het gedaan. De zieke podcast opgenomen. Het vol met waarde. Hij heeft ook dropship juice gegooid. Ja, zeer zeker. Wat we nu gaan doen, is we gaan nu eventjes naar FOMO Café. FOMO Café. We gaan shisha roken, eten. Ik ga geen shisha roken, want ik heb een wedstrijd over 3 weken. Ik wel. Jij gaat wel shisha roken. Jij niet. Jij moet even. Zitten bij de e-complex jongens. FOMO Café Business Bay. If you know, you know. Heb je geen shisha trouwens? Dat is de shisha. Oh. Hij is gestopt. Stop voor mij. Beter man, ik geen... Jij moet even mensen gaan slopen. Ik hou heel erg van shisha jongens, maar... Zeker als ik in Dubai ben, maar dat is echt fokt op voor je conditie. Ik merk ook als ik... Je hebt ook gemerkt toch laatst? Als je shisha doet... Thuis hadden we waterpijp gerookt. De dag daarna gingen we die gym in. Je merkt het gelijk aan je conditie, dus aankomende tijd moeten we scherp blijven. Dus ik heb hier een steekie. Deze laten we staan. Sparkling worden. We zijn helemaal voorzien. Alright jongens, nieuwe dag, zelfde routine. We zijn onderweg naar de gym. Eerst krachttraining, dan hardlopen, dan 2 uur Muay Thai. Dus het is weer doodgaan vandaag. Vind ik het leuk? Absoluut niet. Ik heb er echt een hekel aan om zoveel te trainen elke dag. Maar je moet doen wat je moet doen. En dat is hetzelfde met succesvol worden in business. Je zult elke dag de dingen moeten doen die misschien oncomfortabel zijn. Die je misschien niet leuk vindt om te doen. Die misschien niet direct resultaat geven. Maar als je die dingen lang genoeg doet, dan is succes niet meer en niet minder dan een kwestie van tijd. Ik heb natuurlijk een korte voorbereiding. Ik heb echt last minute besloten dat ik überhaupt een wedstrijd wil doen. Dus ik moet er gewoon de aankomende tijd het maximale uithalen wat het uit te halen valt. En het was even spannend of ik überhaupt een wedstrijd kon krijgen. Het is namelijk zomer hier in Dubai. Het is fucking warm. Wat de meeste mensen doen is zij gaan in de zomer naar andere landen, naar Europa. Om daar te ontsnappen uit de hitte. Ik doe het tegenovergestelde. Ik vind het heerlijk dat het hier lekker rustig is. Weinig afleiding. Er zijn een paar vette projecten waar ik mee bezig ben. Waar ik gewoon focus op moet hebben. Head down en gewoon lekker aan het knallen aan de business. Maar dat betekent dus ook dat het moeilijker is om hier gevechten te krijgen. Het was eerst spannend of ik überhaupt een tegenstander zou krijgen. Maar ze hebben iemand voor me gevonden. 89 kilo. Ik had me opgegeven op 85. Maar ja,
Weet je, als die wat zwaarder is, is die wat zwaarder. We gaan hem net zo hard slopen volgende week zaterdag. Ik heb ontzettend veel zin in. De komende tijd nog eventjes afzien met de trainingen. En volgende week zaterdag gaan we even laten zien wie de fuck Joshua Kaats is. Let's go. Good morning. Ik ben weer in de auto onderweg naar de gym. Volgens Schult waarschijnlijk ook. Dat is van een paar dagen geleden. Maar ik heb mijn camera weer terug. Dus ik ga jullie weer heel veel meenemen in mijn dag. Omdat het gewoon een stuk makkelijker is om met deze camera te filmen. Jullie on the spot mee te nemen. Ik heb in de vorige shot natuurlijk verteld dat ik aan het trainen ben voor de wedstrijd, de laatste loodjes. Alleen heb ik diezelfde dag heb ik het nieuws gekregen dat mijn tegenstander gecanceld heeft. Ze zijn ook gestopt met de matchmaking, dus mijn wedstrijd gaat helaas niet door. Dat is natuurlijk balen, want ik had er ontzettend veel zin in. En ik wil jullie even meenemen naar een verhaal van een aantal weken geleden. Want ongeveer 3 maanden geleden zag ik er zo uit. Ik heb dit gisteravond heb ik het op mijn Instagram gepost. En wat je daar ziet is eigenlijk een persoon die niet helemaal happy was. Ik besefte mezelf ook van, hey, ik ben veel te dik. Ik ben niet meer in shape. Ik zie er niet uit. Ik was mijn purpose een beetje kwijt. Ik was niet productief. En ik was niet de George die ik altijd was. En sommige mensen denken van, oké, je hebt een langere tijd nodig om een verandering door te maken. Maar eigenlijk op het moment dat ik toen in de spiegel keek, is eigenlijk weer de switch voor mij omgegaan en ben ik eerlijk tegen mezelf geweest. Want op dat moment kan je 2 dingen doen. Je kan denken van, ja, maar weet je wel, en dit is nou eenmaal hoe ik ben en dit situatie is nou eenmaal zo gelopen. En weet je, de situatie accepteren eigenlijk. En dat is wat heel veel mensen doen. Heel veel mensen accepteren de situatie waar ze nu in zitten. Die zijn broke, die zijn niet gelukkig, die zijn zitten mentaal niet goed, zitten in niet fijne relaties, noem het allemaal maar op. Maar die accepteren dat. En dat is iets wat je kan doen. Of je kan kiezen optie 2. En optie 2 is wat ik zelf heb gedaan. Namelijk 100% verantwoordelijkheid nemen over je eigen situatie. Want de situatie waar je in zit op dit moment, of je nou leuk vindt of niet, is een gevolg van alle keuzes die je bewust of onbewust hebt gemaakt. En is belangrijker nog een gevolg van de identiteit die jij jezelf hebt aangenomen. Je leeft namelijk altijd naar de identiteit die jij jezelf geeft. Dus dat is een hele belangrijke. En vanaf dat moment is eigenlijk alles geswitcht. Ben ik elke dag gaan trainen. Ik heb mijn routines aangepast. Ik ben wat minder champagne gaan drinken ook. En ik heb mijn driver teruggevonden, ook in business. Maar toen ben ik ook achtergekomen van, hey, het gaat helemaal niet om de outcome. Het gaat meer om de journey ernaartoe. Dus ik merk wel dat ik nu veel meer werkgeluk heb. Veel meer die drive terug heb. Ik ben 24/7 hier in Dubai. Ben ik aan het grinden. Niet omdat het moet, maar omdat ik meer de enjoyment wil halen uit het werk dat ik leef. Uit die groei, uit die struggles. In plaats van alleen maar het eindresultaat. Voor het eindresultaat. Ja, voor de lifestyle die ik wil leven, hoef ik het in principe niet meer te doen. Maar wat ik heb gedaan die dag dat ik in de spiegel keek, heb ik gewoon tegen mezelf gezegd van, hey Josh, je bent nu gewoon een dikzak. Je bent niet die succesvolle persoon waarvan mensen denken dat je die bent. En dat moet nu veranderen. Dus toen heb ik eigenlijk een switch gemaakt in mijn identiteit. En ik heb een paar praktische dingen gedaan. Eentje ga ik met je delen in deze video vandaag. En dat is, iedereen heeft verschillende versies van zichzelf in zich. Je hebt, in mijn geval, hoe ik het noemde was, je hebt de super bitch en je hebt de superhuman. En ik heb gewoon opgeschreven van, oké, wat doet de super bitch in jou? De super bitch in jou die snoest. De super bitch in jou die doet bijvoorbeeld blowen. De super bitch in jou die drinkt te veel alcohol. De super bitch in jou die stelt dingen uit. De super bitch in jou die stelt geen grenzen, waardoor je altijd geleefd wordt. En zo kan je voor jezelf een lijstje gaan maken. Maar aan de andere kant heb je ook een superhuman in jezelf zitten. En dan ga je gewoon simpelweg kijken van, oké, wat zou jouw superhuman doen? Die superhuman in jou, die staat voorop. Een superhuman in jou, die doet de dingen die hij heeft beloofd. Die maakt beloftes aan zichzelf die hij niet verbreekt. De superhuman in jou, die gaat naar de gym iedere dag. De superhuman in jou, die drinkt geen alcohol. De superhuman in jou, die stelt zijn doelen. Een superhuman in jou, die komt al zijn afspraken na, doet dingen op tijd, stelt dingen niet uit. En zo kun je een hele lijst gaan maken. Wat ik letterlijk heb gedaan, ik heb toen een tijdje in Portugal gezeten in die periode. Ik heb letterlijk op mijn deur, van mijn kamer, op mijn kledingkast, in de keuken, op de koelkast. Ik heb overal heb ik uitgeschreven, superhuman, super bitch, met alle dingen die ik wel of niet moet doen. En ik heb dat ook als achtergrond gehouden van mijn telefoon. En ik ben gewoon mijn hele identiteit gaan switchen. Nou, dit zijn een aantal resultaten van mijn fysiek nu, een aantal maanden later. 3 maanden later, dat is een hele korte tijd. En zo werkt het ook in business. Zo is ook hoe je je financiële doelen behaalt. Het begint allemaal bij gewoon 100% eerlijk tegen jezelf zijn. Kijk naar je bankrekening, ben je daar tevreden over? Kijk in een fucking spiegel, ben je tevreden met wat je ziet? Ben je tevreden met hoe je lichaam eruit ziet? Als dat nee is, dan zul je voor jezelf de keuze moeten maken van, oké, ik ga er alles aan doen om dat te veranderen. En
Zo'n keuze kan in een split second kan het gemaakt worden. Een identiteitsshift kan in een split second gemaakt worden. En dan is het simpelweg leven naar jouw nieuwe identiteit. En niet meer tevreden zijn met die resultaten. Als jij je bankrekening bekijkt en je bent daar niet tevreden over, raise your fucking standards. Wees niet, accepteer dat gewoon niet meer. Ik accepteer bij mezelf niet meer dat lichaam dat ik zag 3 maanden geleden. Ik accepteer dat niet meer. Ik accepteer ook mijn lichaam nu niet. Tuurlijk, er is progressie geweest. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. En heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Dus nu onderweg naar de gym. Krachttraining en sparring vandaag. Dus we gaan 15 rondes sparren. Yes, I'm all a shot from Ryan. She been all about business as a late. I got rich so goddamn fast. Yes, guys. We zijn weer back home. We zijn helemaal fresh. We zijn weer in de Dubai Villa. Ik ga jullie even meenemen naar de office. De plek waar we verreweg de meeste tijd doorbrengen. Ik ga jullie even een update geven van hoe de office er nu uitziet. De laatste keer was ik nog een klein beetje in de puinhoop. Het is nog steeds een puinhoop, maar wel een iets meer georganiseerde puinhoop. Dus dit is hoe de office er nu voor staat. En weet je, het is prima zo. Ik ga hem niet overimproven of zo. Het is nu prima. Het belangrijkste is natuurlijk een lekkere stoel. Tweede scherm. Genoeg moistblend om te focussen. Mensen vragen me ook wel eens van ja, drink ik dan geen koffie meer? Sommige mensen gebruiken het als koffievervanger. Ik heb hier een koffiezetapparaat, dus ik drink nog wel koffie. En het is weer tijd voor wat deep work vandaag. Maar in ieder geval, ik ga me focussen op 2 brands waar echt alle focus op gaat zitten. Dat is natuurlijk 1. Hebben we hier, dat is Mush Blend. Dat kennen heel veel mensen wel. Dit is een product waar ik er echt 100% achter sta. Wat ik iedere dag ook gebruik om meer gedaan te krijgen. Meer te kunnen focussen, productiever te zijn. En me over het algemeen beter te voelen. Dus als je Mush Blend nog niet hebt geprobeerd, probeer het uit. Echt, als je veel werkt, als je veel op je computer zit. En je bent koffie bij je zat. Probeer Mush Blend. Mijn garantie heb je als je zegt van hey, ik heb het geprobeerd en ik heb geen resultaat. Krijg van mij je geld terug. Want zo erg sta ik achter het product. Ander e-commerce product ben ik misschien nog wel enthousiaster over. Dat is namelijk een uniek product dat we echt mega hard gaan schalen. De voorraad die is nu onderweg naar Nederland. Ja, dat is een product wat ook gepatenteerd is. Wij zijn de enige in de Benelux die dat mogen gaan verkopen. Dus dat betekent dat we ook kunnen adverteren zonder dat we bang hoeven te zijn voor concurrentie. We hebben een personal brand eraan gekoppeld, wat ook echt iemand is die echt perfect past binnen die doelgroep. En ik heb gewoon ervoor gekozen om volledig te gaan focussen op e-com. En die kennis weer te kunnen delen in de Dropship Academy. En dus dat zijn we nu aan doen. We gaan nu een meeting in. De ads voor het nieuwe e-com brand die gaan vandaag live. Dus we gaan mensen een kleine pre-order laten doen. Zodat we alvast kunnen verschillende creatives kunnen gaan testen. Verschillende angles kunnen gaan testen. Om te kijken van oké, waar gaat onze doelgroep op aan? Ook al is de voorraad nog niet binnen, weet je. Doen het gewoon op pre-order is helemaal prima. En dat is een van de belangrijkste dingen die ik ook heb geleerd in de afgelopen jaren. Creatives is nu gewoon het allerbelangrijkste. Zeker met het hebben van een brand zijn creatives gewoon echt heel erg belangrijk. Kijk, bij dropship is het zo, je gaat van product naar product naar product. Werkt een product niet meer, ga je op zoek naar een nieuw product. Met een brand is het natuurlijk anders. Kijk, bij Mush Blend bijvoorbeeld hebben we letterlijk 1 SKU, dus 1 artikelnummer. Bij het andere brand hebben we nu ook maar 1 artikelnummer. En ja, als 1 creative niet bewerkt, dan gaan we niet opeens op zoek naar een nieuw product. Nee, dan gaan we kijken naar van oké, wie is onze doelgroep precies? Hoe gaan we ze aanspreken? Wat zijn nou echt de problemen waar ze tegenaan lopen? Wat zijn nou echt hun diepste verlangens? Hoe kunnen we daarop inspelen? Wat willen ze precies? En hoe kunnen we zo goed mogelijk creatives gaan maken? Dus dat is eigenlijk waar we ons nu zoveel mogelijk op gaan focussen. Dus even een kleine update. Dan ga ik aan de slag. Let's fucking go. Alright, onderweg naar de gym. Eerste sessie deep work zit erop. En wat mij is opgevallen van heel veel mensen, is dat de meeste mensen zonder doel door het leven gaan. De meeste mensen zitten letterlijk hun tijd uit. Hebben geen idee waar ze naartoe gaan. Doen maar wat. En komen daardoor ook niet op de plek waar ze uiteindelijk willen komen en waar ze ook daadwerkelijk gelukkig in zijn. Ik heb het nu zelf gemerkt hoeveel verschil het kan geven in je dagelijkse acties en in hoe je je voelt en de progressie die je kunt maken op het moment dat je een heel erg duidelijk doel hebt in combinatie met accountability. En het voorbeeld dat ik wil geven is natuurlijk de wedstrijd. Die wedstrijd is niet doorgegaan, maar het moment dat ik dat doel voor mezelf stelde, is eigenlijk alles fysiek voor me veranderd. In mijn lifestyle, in hoe ik me voelde, letterlijk alles was veranderd. En dat heeft niet alleen te maken met het doel, maar ook met het stukje accountability. Het is heel makkelijk om een doel te stellen, die ergens op te schrijven en hem vervolgens gewoon niet te halen. Dat is heel makkelijk. Het is veel moeilijker om dat te doen op het moment dat je echt accountable wordt gehouden. En wat mijn accountability was natuurlijk die wedstrijd.
niet alleen heb ik met mezelf afgesproken van, hey, ik ga dat doen, maar je bent gewoon verplicht bepaalde dingen te doen, anders gaat het gewoon simpelweg niet door. Je moet een bepaald gewicht halen op die dag, anders ga je niet vechten. Je moet in een bepaalde fysieke shape zijn, je moet een bepaalde conditie hebben. Als je dat niet doet, ga je letterlijk voor de ogen van heel veel andere mensen. En ik merkte voor mezelf toen ik dat doel had gesteld en dat die accountability ook voor mezelf had, was het veel makkelijker om naar de gym te gaan. Was het veel makkelijker om een bepaalde identiteit aan te nemen. Was het veel makkelijker om aan mijn voedingsplan te houden ten opzichte van wanneer ik dat doel niet had. En natuurlijk, ik lette altijd wel op en ik ging altijd wel naar de gym en dat soort dingen. Alleen, het veranderde echt toen ik een heel duidelijk doel had. En dat is ook in business. Je wil gewoon heel duidelijk weten wat de plek is waar je naartoe wil gaan. Hoeveel geld je wil verdienen, hoe jij wil dat je business eruit komt te zien. Hoe jij wil dat je lifestyle wordt ingericht, wat voor mensen je om je heen wil hebben. Je hebt echt een heel erg duidelijk doel nodig. En wat nog misschien wel belangrijker is zorgen ervoor dat je mensen om je heen hebt die je account ophouden. Die je account ophouden voor de acties. Die weten van je doel, die je ook helpen om dat doel te bereiken. Dat kunnen natuurlijk gewoon vrienden zijn om je heen. Sterke vriendengroep kan alles voor je veranderen. Sterke vriendengroep met ondernemers die elkaar motiveren. Die elkaar aanspreken op het moment dat het even niet goed gaat. Als je niet in shape bent, de meeste mensen die zeggen van, oh nee, het valt wel mee, die please je. Nee, ik wil mensen om me heen hebben die, als ik aan het slacken ben, die zeggen, yo Josh, je bent aan het opfokken, wat ben je aan het doen? Get your shit together. I'm not in a mood, cause my flight there late. So I jumped on a private jet and I'm asking a pilot the ETA. Lambo. Right guys, team meeting gehad en het is wel een toffe team meeting vanavond. We hebben een student uitgenodigd om ook aan de rest van het team te laten zien wat we ook voor impact maken. En dit was iemand die kwam uit Aruba. Hij is naar Nederland gekomen eigenlijk met het idee van oké, hij gaat studeren, hij gaat uiteindelijk docent worden. Hij is via zijn vriendin is op een advertentie van mij terechtgekomen. Heeft ervoor gekozen om zijn eigen online business te starten. En het is super tof om te zien dat hij eigenlijk met 3 maanden geleden met niks, maar dan ook niks is begonnen. Vandaag de dag maanden heeft voor meer dan 100.000 euro per maand in 3 maanden tijd. Heeft ook afgelopen week zijn baan opgezegd. Dus super tof om te zien dat hij eigenlijk naar Nederland komt vanuit Europa met het idee van hey, ik ga in het systeem werken eigenlijk. Dit is tegengekomen en nu volledig kan leven in vrijheid. Zijn vriendin werkt ook in zijn business, dus super vet om te zien. Dit heeft hij in 3 maanden bereikt, dus ik ben heel benieuwd wat hij de komende tijd nog meer gaat bereiken. En speaking about results, ik zit hier trouwens met het team. Ik vind het chill om af en toe even een andere setting te pakken in plaats van alleen maar op kantoor. Dus we zitten nu in een shisha café. Aydin is daar en Aydin stuurde mij gisteren dit bericht hier. En Aydin is de allereerste student die heeft geholpen. Was ook de eerste met een 50k maand, die heeft nu zijn 100k maand gehaald. Dus nu ja, afgelopen dagen al 2 studenten die dankzij topcoach uit ons team 100.000 euro in de maand hebben gehaald. En tuurlijk, voor sommige mensen is dat weinig, voor sommige mensen is dat veel. Maar bij ons gaat het om 1 ding en dat is echt vrijheid. En voor een 100k maand hou je ongeveer 20.000 tot 30.000 euro per maand over. Voor de meeste mensen is dat genoeg om je leven compleet om te gooien, om precies te doen wat je wil. Het gaat niet om het rijden van de dure auto's, of het hebben van dure horloges, of het verdienen van miljoenen, maar het gaat ons om het behalen van vrijheid. En zo zie je maar hoe snel het kan gaan bij de mensen als je 100% committed bent om dankzij e-commerce een vrij leven te kunnen leven.